We gaan naar iets anders, want Boa's kregen dit weekend uh, de volle laag in lunteren. Ja, handhavers gingen zaterdagavond daar in gesprek met een, -eigenaar, een eigenaar van een horecazaak. Um, omdat de coronaregels in zijn zaak overtreden zouden worden. En toen werden de Boa's lastiggevallen door dronken. Klanten. Ze werden beledigd en schrijven op sociale media dat de verdachte met geweld uit de zaak probeerde te zetten. Nou, een normaal eh, gesprek aangaan, dat zat er niet in, want nou, ze bleven aan de gang. Er werd zelfs gedreigd met het gebruik van een shovel. Ja, en dat is in dat dorp niet echt onbekend, want dat hebben we vorige week ook gezien. Ja, een persfotograaf en zijn vriendin werden toen aangevallen. Dat zien we hier. Uh, toen ze opnames wilden maken van een autobrand. Zelfs dat samen in de auto toen. die met een shovel in de sloot werd geduwd. Ja, dat zal je maar overkomen als je gewoon een foto probeert te maken. Met dat incident in het achterhoofd. voelde de handhavers zich zo bedreigd. De, uh, bedreigd dat ze de politie erbij hebben gehaald. En er zijn drie aanhoudingen verricht. Ja. Niet alleen de situatie in Den Haag is explosief te doen. Nee, maar ja, dit is wel. Bedoel, dit vind ik zo mogelijk nog erger. Hoor. Dit, is, dit is lichamelijk geweld toepassen uh, uh, in zo'n situatie van, van mensen die alleen maar bezig zijn met het uitoefenen van hun beroep. Dit is natuurlijk schandalig voor woorden.